Rechts ziet u de landerij van de voormalige instelling De Grootburgerij. In 1965 heeft deze instelling, die dateert uit de middeleeuwen, heeft de gronden verkocht aan de gemeente voor 1 miljoen gulden. 1000 grootburgers beheren op dit moment het kapitaal. En vangen elk jaar een bescheiden bedrag? Ja, 35 gulden. En met de ballonnen nu op de achtergrond krijgt de stoet enige vaart. Want het stukje tussen Genemuiden en Kamperzeedijk wordt natuurlijk op een iets hogere snelheid afgelegd. Het is een hele mooie toeristische route trouwens, die de koningin op dit ogenblik rijdt. Die zeker ook de moeite waard is om nog eens zelf te rijden van de zomer. Als het net zo lekker weer is als vandaag. Op eigenlijk een kilometer afstand hier vandaan ligt het Zwarte Water. De koeien alweer in de weilanden. En nu werd het natuurlijk inmiddels al gezien. De kap even op de auto, maar die gaat er zo direct in Kamperzeedijk ongetwijfeld wel weer af, want ook daar zullen we honderden mensen zien langs de route. Maar eerst dus direct het stoomgemaal. Het stoomgemaal is tot 1961 in functie geweest. Daarna is het gerestaureerd en het wordt nu beheerd door de stichting Vrienden van de Ondermachine, een onderdeel van de stichting Stadswacht. En het is daarmee gered voor het nageslacht. De kern is heel oud. Het wordt al genoemd als Aschet in het jaar 1046. En daar ligt dus het gemaal. Inderdaad. Ga even verder met je verhaal. Het is in het jaar 1046 wordt het al genoemd. Dan wonen er hoofdzakelijk vissers. Onder in beeld het moderne pomgedeelte als het ware. En hier dus met de lange schoorsteen het oude gemaal. Het is vandaag ook geopend, het is draaidag, dus de machine is in functie. Van werking. En daar zijn de eerste huizen van Kamperzeedijk. Het is een heel karakteristiek buurtschap. Hier wonen dus ook veel mensen die hun brood verdienen met het dekken van riet die men snijdt op de voormalige Zuiderzeekusten, onder andere. Karakteristiek zijn ook een aantal kolken waar de weg soms dwars doorheen loopt of omheen slingert. Die zijn ontstaan als gevolg van dijkdoorbraak. Onder andere in 1862 en in 1863 stond de hele polder van Mastenburg blank. Kennelijk wil men toch wat tijd inhalen. Rijdt men door Kamperzeedijk iets sneller dan ik had verwacht, maar het gaat duidelijk richting Kampen. Nee, men stopt eventjes. En ja hoor, de kap is er weer af. De auto is weer even open. En de mensen in Kamperzeedijk kunnen de koningin begroeten. De gemeenschap heeft een eigen nationale school. Heeft een eigen verenigingsgebouw, de Driestar. En heeft enige bedrijven die erg belangrijk zijn. Ook een installatiebedrijf die dan zeker 200 mensen werk verschaft.
Dit is ongeveer de kern, hè, van het dorp. Dit is de kern van het dorp. Het bestaat in feite uit een langgerekte straat. Die vroeger was dit de dijk, de Polderdijk. En in Noord-Nederland niet onbekende vorm van lintbebouwing, zoals ze dan heet. Precies. Nog even, en de koningin is Kamper Zeedijk alweer uit. En dan zal er weer wat vaart worden gemaakt. Richting Kampen. De politieauto voorop geeft dat nu ook aan. We gaan weer snelheid maken. En we gaan richting IJsselmuiden. IJsselmuiden is eigenlijk de voorstad van Kampen, kun je zeggen. En dat is misschien het mooiste moment in deze reportage om langzaam maar zeker eens over te gaan naar Joop Daalmeijer. Hij zit in Kampen, hij doet daar het commentaar. Joop, gespannen in Kampen? Nou, behoorlijk, maar het is hier ook ontzettend gezellig. Er zijn heel veel mensen op de been. Men verwacht hier tienduizenden toeschouwers. Ik praat even met de voorlichtingsambtenaar. Hoeveel verwachten jullie? Hoeveel mensen in Kampen? Wij gaan uit van iets van 50.000 mensen ongeveer. 50.000, zijn ze er al inmiddels? Nou, ik denk dat een heel groot gedeelte er is, maar ik verwacht dat er nog meer mensen komen als ze horen dat de koningin er is. Er zijn veel mensen die zitten thuis. En ik denk, nou, ik kan het thuis beter zien, maar ik denk dat dan het bloed gaat kriebelen en dan komen ze wel weer. Nou, laten we erop hopen. Hugo, we hebben een bandje klaarstaan hier om eens wat van Kampen te laten zien. Over de gemeente Kampen, gemaakt door de redactie van Gewest tot Gewest. En daarvan gaan we nu de volgende bijdrage bekijken. Een paar dagen voor het bezoek ligt het stadsfront van Kampen net als altijd mooi te wezen langs de IJssel. Kampen, 33.000 inwoners, een kleine 20 kerkgenootschappen, 18 koren en 6 muziekkorpsen. Toen begin dit jaar vaststond dat de koningin naar Kampen zou komen, begonnen ook de uitgebreide voorbereidingen voor dit bezoek. Het moeilijkste is om mensen teleur te stellen. Iedereen komt aandragen met wat dingen. De een kan dit en de ander kan dat. En dan moet je soms zeggen dat het niet kan, omdat het gewoon te veel wordt in het programma. Ja. Zijn de mensen wel echt enthousiast? De mensen zijn echt enthousiast. Hebben er begrip voor als je zegt dat bepaalde dingen niet kunnen. Maar hun enthousiasme gaat ontzettend ver. Er zijn hier maar liefst 3 oranjeverenigingen. Die verzetten veel werk, dat is mooi. Maar voor de gemeente zelf blijven er dan toch nog heel wat kosten over. Dit kost helemaal niks, dit levert alleen maar geld op. Want elke gulden die we hier in dit feest stoppen, daar krijgen we 10-voudige voor terug. Zoveel publiciteit over deze stad, dat is met geen goud te betalen. Ja. Het is fantastisch wat het weinige wat we erin stoppen, dat krijgen we in veelvoud weer terug. Ja, en hoeveel is dat weinige dan, een paar ton? Nee, zo gek maken we het niet hoor. Nee, ik heb geen exacte bedragen, maar dat is ook volstrekt niet belangrijk. We kijken alleen naar het batersaldo en het batersaldo is heel veel. Maar niet alleen de trouwe Oranje-aanhangers werken mee om dit bezoek luister bij te zetten. Ook zo'n 200 studenten van de Christelijke Hogeschool voor de Kunsten leveren een bijdrage. Studenten werken nu al een hele week op het industrieterrein om 15 poorten of objecten in elkaar te zetten. Die objecten zijn nu opgesteld rond het stadhuis. Was het in Kampen dan zo vanzelfsprekend dat de Kunstacademie meewerkt aan de versiering van dit Oranjebezoek? In dit geval waren de voorwaarden zo aantrekkelijk. Wat betreft het budget en wat betreft de ruimte die we gekregen hebben om vorm te geven aan dingen zoals we dat werkelijk zelf wilden, dat het voor ons eigenlijk uiterst aantrekkelijk was. Dus je mag niet zeggen ze doen mee, ze zijn oranjegezind? Ik denk dat dat niet een vanzelfsprekende conclusie mag zijn. Mag ik jullie even wat vragen? Ja. Is het fijn om iets voor de koningin te maken? Ja, geweldig. Echt heerlijk. Ja, meen je dat nou? Ja, ik meen het. Ik hou van de koningin. En wat wordt dit? Een koninklijke bank.
En komen wij zelf gewoon ook op te zitten. Omdat we daarmee we gewoon aan iedereen willen laten zien dat wij van de koningin houden. Het is de bedoeling dat we een poort maken met vier zuilen ervoor. Dit zijn dus een van die vier zuilen. En daar komen dan planten in. En in de poort laten we vogels los. Dat is eigenlijk het idee. Ja, hoe lang zijn jullie ermee bezig? We zijn eigenlijk pas vanmorgen echt begonnen. Want het is heel moeilijk om met zo'n grote groep een plan te maken. Zijn jullie nu allemaal zo oranje gezind? Oh, dat vind ik een moeilijke vraag. Knip dit maar uit. Hoeveel geld krijgen jullie ervoor? We krijgen voor dit poortenproject 13.000 gulden. En de theaterschool doet nog mee en die krijgt ook een aanzienlijk bedrag. Dat is in één keer een hoop geld, hè? Dat is in één keer heel veel geld. En vooral in een periode waarin het kunstonderwijs uitsluitend onder druk staat en moet bezuinigen, dan is dat heel aantrekkelijk. Ja, en ook niet een beetje, verbaas je er niet een beetje over? Ja, er is blijkbaar voor sommige manifestaties plotseling heel veel geld. En voor zaken waarvan je afvraagt waar voor ons gevoel dan vanzelfsprekend geld voor zou moeten zijn, daar is het vaak met moeite los te peuteren. In zo'n fantastische tijd, maar ja, wij zitten hier alleen bij koffie in een kamer van een wethouder in het stadhuis van Kampen. Annelien Goot ook inmiddels aanwezig. Annelien, welkom weer. Dag Job. En verder de heer van het Oever, hij kent Kampen op zijn duimpje. Dat gaan we meteen eens even controleren. Waar zitten we op het ogenblik met de live beelden uit de helikopter? We komen in de buurt van IJsselmuiden. Ja. Daar is het denk ik wel een aardig verhaal, een heel spannend stukje. Waarom is dat zo spannend? De vraag is namelijk of IJsselmuiden het lukt om de koningin te laten stoppen. Wordt hier inmiddels stunt gevlogen als door een helikopter van de Rijkspolitie, als u dat hoort door het commentaar heen. IJsselmuiden, ja, de bevolking daar wil de wagen waarin de koningin zit stoppen, tot staan brengen. Eigenlijk wel. Ja. Dat is eigenlijk de bedoeling. En het zou eigenlijk ook wel aardig wezen natuurlijk als dat lukt. Maar ik heb begrepen van het programma, dat is zo precies op minuut tot minuut. Dus dat is echt spannend en daar zit iedereen een beetje naar uit te kijken hoe dit afloopt. Ja, we zitten al iets over de tijd heen, want de koningin zou hier ongeveer 10:50 komen. En we zitten 11:02 inmiddels. Maar laten we kijken wat er gebeurt. Er staat ook een muziekgezelschap opgesteld. Het tamboer en trompetter, jachthoren en majorettenkorps Oranje in IJsselmuiden. Dat is 1960 opgericht. En gisteren sprak de voorzitter me nog even aan hier tijdens de voorbereidingen. Zei, we gaan het proberen. We zetten alle muzikanten op straat en we kijken wat er gaat gebeuren. We komen nu een beetje de kom in. Ja, hè, van het, we gaan hier dus net Kampenzeedijk af. Grafhorst zijn we net voorbij. En nu gaan we dus in de richting van het centrum van IJsselmuiden. Als je daarvan mag kunnen spreken, want het is een beetje een lint bebouwing. Je steekt nog eens wat op, hè, op zo'n uitzending. Ik hoorde Hugo van Rijn net ook al zeggen over lint bebouwing. Het is heel lang geleden dat ik daar heb over horen spreken. Maar dat schijnt het te zijn, dus dit. Ja, het is wel aardig natuurlijk dat in tegenstelling van het stratenplan van Gele Muiden. Dit is een vestingstad en dat loopt een beetje parallel natuurlijk met de IJssel. Hè? Ja. De grootste straten die lopen parallel. De oude straat is echt de oude dijk. En daar zitten hele piepkleine dwarsverbindingjes zitten daarin. Het is een heel gemoedelijke sfeer. Je ziet daar een afzetting staan, maar de mensen staan daar gewoon voor. Het is niet nodig. Dus, een hele goede sfeer, zowel hier in IJsselmuiden als ook in Kampen, waar wij onze tenten hebben opgeslagen voor vandaag. Leuk is ook voor de mensen dat de kap van de auto open kan, hè? Ja. Kan ook vandaag met het prachtige weer. Ja, met het prachtige weer. Dat is natuurlijk fantastisch. Het lijkt hier ook wel, als wij hier uit het raam kijken van het gemeentehuis in Kampen, het stadhuis in Kampen, alsof het een zomerse dag is. Pleziervaartuigen. Nou, u zult het zakjes wel zien als we erbij komen. Dit is een mooi moment. U ziet daar dat kerkje. Ja. En dat wordt gerestaureerd. Dat is een heel oud kerkje.
uit IJsselmuiden. En dat wordt nu met alle mogelijke fondsen wordt dat gerestaureerd. En aan deze kant zag u net de kassen. Want IJsselmuiden is bekend om de groente, teelt en de... En vlakbij het station staat een hele grote veiling. Mm-hmm. En die gaat, daar gaan miljoenen in om. Restaureren wordt hier veel gedaan, ook hier in Kamp. Ik sprak daar vanmorgen nog even met de burgemeester over. Er staat hier ontzettend veel oud. Ja. Maar ja, dat is soms ook aangevreten door de tand des tijds. En ja, dat kost heel veel geld om dat te restaureren. Kampen doet daar van alles aan. Maar ja. Het budget is natuurlijk gering. Ja. En ja, gaat eigenlijk steeds minder, komt daar binnen, hè? Ja, helaas. De grote tijd is eigenlijk al een beetje voorbij. Maar ja, het pronkstuk daarvan vind ik wel, en dat krijgen we straks uitgebreid in beeld, die bovenkerk, die zo fantastisch gerestaureerd is. Ja, dat is echt heel mooi. Ja, met name, dat is een leuk verhaal door meneer Alkema. Hij is nu overleden, maar dat was een kunstenaar. Mm-hmm. En die had daar de superleiding van de restauratie. En ze hebben dat op een speelse manier hebben ze dat als het ware vormgegeven. Door boven de regenpijp aan de kant van de Venestraat een klein portretje van hem te maken. Zoals dat vroeger de gewoonte was. Precies. Ja. Nou, we wachten hier in Kampen nog steeds af. Het zit inmiddels een minuut of vijf over het schema heen. Maakt niet uit, want het is zo'n heerlijke dag. Dat niemand eigenlijk echt op de tijd let, behalve wij. Een oranje gezinde stad, hè, Kampen, met drie oranje verenigingen maar liefst. Ja. Die allemaal een eigen gebied bestrijken. En niet echt een strijd leveren met elkaar. De oudste en de grootste is de Kamper Oranje Vereniging, de stad zelf zou je kunnen zeggen. De KOV, 1750 leden. En dan de Brunneper Oranje Vereniging, de BOF, ruim 1000 leden. En heb je de Oranje Vereniging Kamper Eiland. Wat zijn de verschillen daartussen? Kampen, dat is echt van de stad, hè? Ja. Stadse mensen. Ja, precies. Daar zit ook een hoeveelheid import natuurlijk in van mensen die van andere plaatsen komen. Je kunt zeggen van Brunnepen dat het het oudste gedeelte is van Kampen. Daar komen we straks nog over spreken. Ja, precies, ja. En dan Kamper Eiland, dat is meer, laat ik zeggen, de boeren, dat is de agrarische vereniging. Ja, en dat komen we straks tegen op de Korenmuiderspoort. Ze hebben een prachtige presentatie gemaakt. IJsselmuiden zijn we nu even. Ja. Nou, zou het lukken? Dan ja, dan zal het hier zo langzamerhand moeten gebeuren. Je ziet al die vlaggetjes, die zijn door verschillende... Nou, het is gelukt, hè? De wagen staat volgens mij stil. Hier zal het, ja. Wij zitten daar een beetje ver af. Nou, je hebt nog gelukkig een opname daarvan. Dat is de burgemeester van Voorden. Ja. Die neemt ook de kans even waar. Ja, uiteraard. Veel volk hier op de been. Ja. Ik begrijp dat het heel moeilijk is om deze opname stil te houden. Het is een gigantische afstand waarschijnlijk de cameraman moet overbruggen. Mm. En dan is iedere millimeter er op de afstand wel een meter. Dus dan wil je nog wel eens schudden. Nou, we hebben het nu mooi in beeld. De stoet zet zich weer in beweging in de richting van Kampen. Dat is nog maar op een korte afstand nu. Ja, ik denk dat de chauffeur van de auto het station al kan zien. En dat kunnen wij van deze kant zien, hè? Ja. Het is overigens een prachtig gezicht als je van de andere kant van de brug komt. De kant waar de koningin vandaan komt. Mm-hmm. Die oude opgetuigde zeilschepen te zien liggen. Ik ben net over de brug gekomen, maar het is een heel riant, prachtig gezicht. Nou, ik moet zeggen, ze hebben er in IJsselmuiden wel werk van gemaakt. Heel veel mensen. Men had gedacht dat grote getalen naar Kampen zouden komen. Maar ze hebben het gewoon in eigen gemeente gehouden. Ja. Ja, en heel wat gezinnen zijn al die vlaggetjes gemaakt, hè, die over de straat hangen. Het ontvangstcomité hier in Kampen drentelt nerveus op en neer aan deze kant van de brug, aan de andere kant van de IJssel.
Ja, want net aan de andere kant van de brug is nog Kampen. Dus waar het station is. Ja. En daar komen de auto's nou in de buurt. Moeten daar de bocht om. We hebben straks in Genemuiden die koninklijke Beatrixboom zien staan. Kampen heeft die nog niet. Daar is op dit moment een wedstrijd, zou je kunnen zeggen, aan de gang. Winkeliers geven oranje vlaggetjes af en kinderen mogen daar hun naam op zetten. Daar worden er een paar uitgetrokken, 2 of 3. Zoveel bomen komen ook. En dan komen de namen van de kinderen erbij op het schildje op de boom te staan. Hier gaan we de laatste bocht in voor het station. Vroeger had Kampen 2 stations, dat is dit, de verbinding uit Zwolle. En dan was er ook nog een verbinding uit Hattem. Ik heb het vanmorgen ook al in een andere uitzending gezegd. Als je zo vanuit het westen naar Kampen kijkt, dan denk je, ja, Kampen, wat is dat? Dat zit ongetwijfeld volledig dichtgeplakt met kranten. En 's avonds wordt het binnengezet en allerlei andere platituden. Nou, dat blijkt niet het geval te zijn. Het is een zeer levendige stad. 32.000, 33.000 inwoners. Twee universiteiten, theologische universiteiten, de gereformeerde en de gereformeerde vrijgemaakt. En ook nog veel hogescholen op het gebied van de kunsten. Dat krijgen we hier straks in een presentatie te zien vlak na de aankomst. Dus daar komen we nog over te spreken. Veel studenten, alleen al op die theologische hogescholen, universiteiten, zijn tegenwoordig 400. Dat is eigenlijk de tweede in grote theologische faculteit van het land. Naar die prachtige schepen waar ik het net over had, die hier op stroom liggen, op de IJssel. Linksonder en rechts pleziervaartuigen. Keurig gescheiden. Over die boten zullen we straks nog wel iets meer vertellen. Het is de zogenaamde Hanzestad Compagnie. De bruine Kamper zeilvloot. Dat ondanks die prachtige witte zijde hier allemaal in de zon. Daar komt de auto de brug over. Dat is een karakteristieke lange brug, de lange brug, de lange heet brug de oude. Heet het. Ja, ja, ja. Die dateert terug tot hoe ver? 1448. Toen was die van hout. Hij heeft daar officieel 290 treden. Ze hebben een half jaar erover gebouwd. Alleen het was jammer, na 3 jaar was hij alweer kapot vanwege ijsgang. Huh? Er zijn een stuk of 5, 6 versies van deze brug. En dit is de laatste en men is alweer bezig om te denken aan een nieuwe. Je ziet prachtig van boven met al die ballonnen die zijn opgelaten en die vloot die hier voor de kade ligt, de IJsselkade in Kampen. En de wagen komt dan nu hier het plein voor het stadhuis op. Het muziekkorps AMDG speelt daar het Kamperstedenlied, wordt ten gehore gebracht. De koningin komt nu naar buiten. Hij wordt daar ontvangen door de burgemeester van Kampen, de heer Kleemans, en zijn vrouw. Zijn bloemen overhandigd door Neelke en Reense Swillens, 10 en 11 jaar. Zijn ongetwijfeld kinderen van de wethouder in wiens kamer wij hier zitten. Ja, dat klopt. Geheel hebben omgebouwd, maar dat weet hij maandag pas. Je ziet dat hier ontzettend druk is, ook in de achterliggende straten. Mensen nog op weg naar die IJsselkade waar de meeste feestelijkheden plaatsvinden. Centraal het beeld is hier het gemeentehuis in 2 delen. Ja, dat witte gebouw in het midden naast de kerk rechts daarvan. En het oudste gedeelte, dat is de beroemde schepenzaal, hè?
Is er nu een presentatie op een podium van de theatergroep Blauwe Zebra? Opgericht in 1985 door Hans van der Boom en Kees Debets, Willeke Himminga. Het is een professioneel gezelschap. Een professionele theatergroep die voorstellingen maakt die wel associatief muziektheater genoemd worden. Dat is een hele moeilijke naam. Ik weet niet of we daar straks ook nog beeld van krijgen. Eerst moeten we even wat auto's kwijt die hier in het gevolg van de koningin meegekomen zijn van Genemuiden naar Kampen. En dan is het voorlopig alleen maar voor voetverkeer, de gemeente Kampen, bij de burgemeester. Dat is de Blauwe Zebra, de theatergroep hier uit Kampen. Welkom in Kampen. Wat een gezellige samenloop van omstandigheden. Dat wij elkaar hier treffen op een kruispunt hier in Kampen. Gezellig en ook heel toevallig dat u hier bent en dat wij hier zijn. En dat al die mensen hier zijn. Fantastisch gezellig. Juist. Hoewel, ik weet eigenlijk precies hoe het gegaan is vanochtend. Hebt u eens een keer een dagje vrij? Hè? En vanochtend naar het ontbijt. Spreek je met uw familie door. Weet je wat? Wij gaan vandaag eens rustig een dagje met de hele familie naar Kampen. Krijg je dit? Massa's mensen overal. Ongelooflijk. Ik hoop echter dat u de auto nog hebt kunnen parkeren. En in ieder geval een kwartje in de parkeerautomaat gedaan heeft. Want ze zijn hier heel erg streng. Heel erg streng. Maar dit wil ik min. Welkom in Kampen. Welkom in Kampen. Even zo goed. Prima keuze om naar Kampen te komen. Want volgens mij weten we het al, een prachtige stad, een Hanzenstad van oudsher. Fijne pleinen, gave gevels, puiken, poorten. En Kampen, een tijdloze stad aan de IJssel. Dat tijdloze gaan we illustreren naar aanleiding van het volgende lied, gezongen a cappella door deze drie heren achter mij. Het is een prachtig muzikaal lied, gezongen met veel, veel noten. Als het 's middags 2:55 is, is het eeuwig 2:55. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6:53 of 3:56. Steeds hetzelfde wat ik zie, er blijft maar 2:55. Oh, wat gezellig, hè? Wat gezellig, hè? Wat vind ik dit nou gezellig, hè? Met de koningin, met dat burgemeester en het is, is het eeuwig 3:55. 1, 2, 3, 4, 5 of 6, 6:53 of 3:56. Steeds hetzelfde wat ik zie, er blijft maar 3:53. En helaas, helaas, is het nu alweer tijd voor ons om afscheid van u te nemen. Uw dag begint pas in Kampen, wij stoppen er zo mee. Maar we willen voordat we weggaan, u nog een kleine attentie aanbieden. Het is een klein bouwplaatje wat u zo heel makkelijk in elkaar kunt zitten. Het is een leuke bijkomstigheid, een schaartje erbij en u kunt een kleine zebra bouwen. En zoals wij thuis altijd zeggen, met een beetje handigheid en een beetje huiselijk feit en ook nog wat familiepret, hup, 2, 3, zo in elkaar gezet. De Blauwe Zebra wordt ook overhandigd, de naam van deze theatergroep. Die veel in het land optreedt en zeer sterk in opkomst is. Nu gaat het gezelschap het podium af in de richting van het stadhuis. Op het plein hebben studenten van de kunstacademie poorten in de vorm van kunstwerken gemaakt. Er zijn in totaal 15 projecten rondom het stadhuis. Kunstacademie, waar ik een deel uit van de
Christelijke Hogeschool voor de Kunsten Constantijn Huygens. Dit is een begroeting met de directeur van de Kunstacademie, IJsje Koenen. Aan deze kunstwerken werd meegewerkt door 6 Proppenduizengroepen. Eerstejaarsstudenten dus. En tweedejaarsstudenten voor de afstudeerrichtingen schilderen, plastische vormgeving, monumentale vormgeving, textiele kunsten, metaal, keramiek, grafisch ontwerpen, illustratie en architectuur. Schitterend die botters, steeds in beeld hier. De Hanzevloot. De poort is dan opgesteld in de vispoort, waar vroeger de oude vispoort was, hier naast het gemeentehuis. Studenten, leg uit. De bedoeling is van deze poort. Erin zijn allemaal in het plafond. Ik weet niet of je dat, de cameraman bijna op zijn knieën gaan zitten. Er zitten allemaal maskers verwerkt. En nog het koepeltje daarboven. Zoals je weet is de koningin zeer geïnteresseerd in moderne kunsten. Dat is gisteravond ook heel duidelijk in de NOS-uitzending. En ook zal dat vanmiddag nog eens heel duidelijk zijn in het geschenk dat aangeboden wordt. Van Sherry Duins, kunstenaar zijn het wij. Hier een poort in de vorm van raketjes. Lijken het bijna. Ik kan het nauwelijks zien. Ja. Ik zit nu inmiddels aan de zijkant van het stadhuis. Daar is de theateracademie. Dat zien wij hier. Schitterende vormen. De afdeling theaterschool heeft 120 studenten. Heeft daar een uitbeelding gemaakt. Een soort tableau vivant. Die zogenaamde poorten. Het is een heel fraai beeld zo tussen die oude gevels, die moderne witte vormen. Er liggen ook nog wat kleinere voorwerpen rond van metalen. Dat zou hier eigenlijk moeten blijven liggen. Zo mooi is dat, zoals dat hier in de sfeer van dat pleintje rondom dat oude stadhuis. Het zijn toeschouwers, hè, die van boven meekijken. Ik denk alleen niet dat ze de tijd kunnen trotseren, want ik denk dat het gips is. Hè? Ze hebben tot nu toe helemaal ingepakt gezeten in plastic. Ja. Want een regenbuitje en er blijft weinig van over. Nou, wie weet wat we daar vanmiddag nog van leuks mee kunnen beleven. Maar nu is in ieder geval alles zon, vrolijkheid. Thank you.
linksom. Daar hebben we dan die theaterpresentatie van de theaterschool. Mensen die daar afstuderen. En het algemeen mensen die het onderwijs ingaan, hbo, op vrije sector, amateurtoneel. En daar gaan regisseren of in huur- en clubhuiswerk gaan werken, creativiteitscentra. Voorstelling staat volgens de papieren die ik hier bij me heb. Ik kan het zo ook niet eens weer zien. Een chagrijnige prinses, een aantal vreemde personages trachten haar op te vrolijken. Maar geen beer, kip of laaiend vuur kan haar hart verwarmen. Totdat er een nest komt langs wandelen. In afwachting van dat nest. Dit is in ieder geval de grote dame. Willemien Bronkhorst. Zijn niet alle prinsessen altijd ook eens zo lang als een ander mens, hè? Het zou raar gezien worden. Hier op de voorgrond de koe van Jitse Bakker. Deze gaat de toren strakjes in, of niet? Ja, dit is het verhaal natuurlijk van de kamperui, hè? Maar zullen we straks nog eens even op... Dat gebeurt vandaag niet, hè? Nee. Naar de drukke winkelstraat. Is, de oude straat, ja. Een zeer drukke straat. Parallel loopt die aan de IJsselkade. Nu voor een korte tijd het stadhuis in, om daar even een tijdje rust te nemen. Dat geeft ons misschien de gelegenheid om zo langzaamaan nog een stukje dan te laten zien. Er is een boek geschreven door kinderen uit Kampen onder de titel Hoogbezoek, verhalen uit Kampen. Er zijn hier heel veel malen koninklijke hoogheden op bezoek geweest. En daarover is dat boek geschreven. De redactie van TV3, het cultureel en wat al niet actualiteitenprogramma van Nederland 3, dat hier eraan wordt uitgezonden op Nederland 3, heeft daarover een filmpje gemaakt. Dat is van de week uitgezonden, maar gezien de kijkdichtheid van Nederland 3, is het misschien helemaal niet slecht als we dat filmpje over dat boek Hoogbezoek van TV3... als we dat filmpje nog eens even laten zien tijdens deze korte pauze in het stadhuis van Kampen. Helmers van Azov, ik van Duitse bloed. Op een verjaardag wordt de vlag uitgestoken. Haar verjaardag heet Koninginnedag. Ook lezen we eens het journaal voor in een hele grote zaal. Verder gaat ze wel eens naar het schaatsen kijken. Deze keer komt ze op Koninginnedag naar Kampen, dan kun je haar zien. Je mag niet boos op haar worden. Hallo, wat stel jij je voor bij het paleis? Nou, heel groot bed. En misschien wel ontbijt op bed, 's ochtends. En ja, een heel groot huis, hè. Heel deftig. Ja, ik weet het niet. En moet de koningin alles zelf doen thuis? Nee, ik denk dat ze wel... dat iedereen haar wel helpt. Help, help, schreeuwt de burgemeester. Blub, blub gaat het. In de koets probeert prins Klaus de deur open te doen, maar door al die slingers gaat het moeilijk. Na veel geruk gelukt het toch. Dan komen de koningin en de prins naar buiten. De bleke koningin
hij de burgemeester in het water en loopt naar de kant en trekt de burgemeester uit. Dank u wel, mijn majesteit, zegt de burgemeester. Hé, wat kriebelt hij toch onder zijn jas? Met zijn handen voelt hij iets. Daar zit een dikke steur. Hij pakt de vis in zijn handen en helemaal koud en in de was zegt hij tegen de koningin. Mag ik u een visje aanbieden? De steur? Dan moet ze heel hard lachen. O vaderland getrouw, ontblijf ik tot in de dood. Zaterdag moeten we de demonstratie rijden. Waarom? Ja, dat weet ik niet. Maar er is wel een speciale reden. Ik denk dat we een nieuwe sponsor krijgen. Zo. Maar er is ook iemand die de verjaardag viert zaterdag. Ja. Wie? Ikke. Jij? Ja. Ben je jarig zaterdag? Ja. Maar er is nog iemand die... Koningin. Oh, hoe denk je dat ze is? Oud. Ja. Die crossertjes die krijgen we straks ook nog te zien, want die staan hier opgesteld langs de IJsselkade. Wat zou je doen als de koningin bij je op bezoek komt? Kopje koffie met haar drinken en een plak koek eten en dan samen het volkslied zingen. Dat zegt Peter van de Schakel. Kinderen van alle 21 basisscholen en van de 3 scholen voor het speciaal onderwijs in Kampen hebben er een boek over geschreven vol met mooie verhalen. Kampen in de loop van de geschiedenis Oranjes ontving. Dat staat ook in dat boek. Het verjaardagsgeschenk voor de koningin. Dat is geschreven omdat ze vandaag in Kampen komt. Het boek wordt er straks in reuzenvorm aangeboden voordat ze naar een agrarische presentatie gaat van de Oranje Vereniging Kamper Eiland. Nou, ik kreeg deze tussentijd wat beelden te zien uit de lucht van Kampen. Misschien de gelegenheid om iets te vertellen over de route die we straks gaan volgen. Die is links beneden, langs de kade, waar die plezierbootjes liggen. Daar gaat het dan deze kant heen, in de richting van de Bovenkerk. Hier staan heel veel kamperverenigingen opgesteld. Daar kunnen we straks bij passeren nog wel iets over vertellen. Er staan ook wagens opgesteld van de Lampionoptocht die iedere avond voorafgaande aan Koningendag hier wordt gehouden. Dan gaat het uiteindelijk dat hele mooie oude gedeelte van Kampen in de richting van de Bovenkerk, waar dan 1200 mensen, een koor van 1200 mensen, dus waanzinnige hoeveelheid natuurlijk, een aantal liederen zullen zingen. Daar ook wat van die het Zandhuis van bovenaf. Dit is de IJssel, prachtig bovenstroom van de IJssel. Daarboven zien we de Bovenkerk, hè? Die zagen we er even liggen. Hij heet Bovenkerk omdat die boven strooms ligt. Ja. Want er is beneden strooms ook nog een mooie kerk. Ja, dat is de Buitenkerk. Maar die is katholiek. En, die is, deze is gereformeerd. Ja, hervormd. Hervormd, ja. Sorry. Maar katholiek geweest, ongetwijfeld. Ja, hij stond uit de 15e eeuw. Daar is nogal wat dan verbouwd en gebouwd, hè? Ja. Uitgebouwd ook. En de toren die dan op een gegeven moment scheef gaat staan. Dat geldt trouwens voor deze ook. Die is op zo'n jaar of 8 geleden is die helemaal gerestaureerd. Dit is die Bovenkerk. Dit is die Bovenkerk, ja. Met daarvoor een gedeelte van de agrarische presentatie. Waar de koningin straks op bezoek zal gaan. Dit wordt georganiseerd door de Oranje Vereniging van het Kampereiland. Ja. Weer terug bij toren in de buurt van het stadhuis. Je kunt heel goed zien dat stratenplan, hè, wat gelijk loopt aan de IJssel en dan de kleine dwarsverbindingjes. Precies, ja. In plaats van nu de nieuwe toren staat, daar stond vroeger een heel groot gasthuis. En de straat daarnaast, dat is de Gasthuisstraat. Die is van 1900 zo'n beetje. Altijd een stille wens geweest. Kijk daar op het nieuwe markt met de muziektent. Ja. En de stadsgehoorzaal daarnaast. We zijn weer terug. De koningin is inmiddels uit het stadhuis gekomen. En gaat dan nu in de richting van de IJsselkade. Met de beide burgemeester en prins Klaus uiteraard. Ze loopt hier op een heel mooi stukje. Dat is de verbinding Broederpoort, Broederstraat en zo naar de brug toe. Je zou zeggen, hartje Kampen.
Door de Gasthuisstraat heeft vroeger de oude muur gelopen. Voordat er een uit... En op de achtergrond de bomen van de plantage. Dat is een van die kunstobjecten. Je moet draaien en je kijkt wat gaat gebeuren. Is dit jaar opvallend veel gekozen voor de kleur oranje, hè? Het is niet zo verwonderlijk, maar andere jaren valt het toch wel eens wat minder op dan nu. Het komt natuurlijk ook wel door dat oranje tapijt uit Genemuiden, wat overigens ook in de bovenkerk ligt. Het komt uit Genemuiden, dat tapijt wat daar straks te zien zal zijn. Gaat er nog een stukje over? Nee, ze hebben er wel om gevraagd, maar het hadden 3000 meter, dus het is natuurlijk nog wel ruimte. Ja, dat denk ik ook. Ja. Dat is de voorzitter van de Kamper Oranje Vereniging. Dat is de Oranje Vereniging van de stadkampen. Ja. De heer De Groot, als ik het moet herinneren. Dat zie je, het is ontzettend druk langs de hele kant. En zo staat de hele kade afgepakt met mensen. Dat is de hele route. Dat is een van die kunstobjecten, metalen vormen die staat liggen. Dat, past zeer mooi in dat straatbeeld. Ja, dat ligt eigenlijk op de kruising van de Vispoort en de Voorstraat. En de Voorstraat dat heeft vroeger de naam gehad van Achter de Nije Muren. Vindt hij in ieder geval steun in zijn ziekenhuis. Helaas hebben we daar geen geluid bij, hè? Dat is jammer. Het zijn altijd van die aardige dingen, die gesprekjes. Maar... Ja, nou, daar zegt de koningin ook iets over in de film, hè, die van haar gemaakt is, het portret. Dat ze dat toch niet plezierig vindt, omdat je dan zo weinig vrij bent en de mensen tegenover haar ook weer zo weinig in staat zijn om dan ongedwongen antwoord te geven. Het blijft altijd een beetje moeilijk in dit geval. Mensen die het jammer vonden in Kampen dat de koningin niet met de groene draak kwam, hè? Om te benadrukken dat Kampen ook watersportstad is. Ja, ze is regelmatig heel langs varen. Ja, ze komt hier regelmatig op vakantie met de groene draak. Ja. Afscheid van de mensen van... De kunstzinnige expressies die hier allemaal staan rond het stadhuis. Ja, u ziet IJzer Koenen van de Kunstacademie. En dan uit Zwolle van de Conservatorium en de Theaterschool. Zeer muziaal gebeuren hier in Kampen. Dan gaat het nu rechtsaf de IJsselkade op. De IJsselkade een beetje ontworpen door de stadsarchitect Plomp. In de jaren 1850, zeg maar. En in die tijd was het de gewoonte om daar eigenlijk een grote witkwast overheen te halen. We lopen nu in de richting van de
synagoge. Ook gerestaureerd. En hier hebben we dan allerlei demonstraties van sportverenigingen. Dit is de Rooms-Katholieke Sportvereniging DOS. Op de springkast. Een komisch springnummer wordt het genoemd. Ingestudeerd ter gelegenheid van de vijfde Kamper Sportnacht. 22 springers, alsjeblieft, aan mij, alsof ze afgeschoten worden. Regie Crititula, lijkt me zo. Opgericht, 950 leden. Het verenigingsleven bloeit en groeit hier in Kampen. Het is een vereniging met atletiek, jazzgymnastiek, ritmische sport, trim- en recreatiesporten en ook wedstrijdturnen. Nou, dit hoort er ongetwijfeld bij. Moet je aan denken. Nou, ze kunnen het wel. Ja. Er zitten ook prijswinnaars bij, het zijn niet zomaar de eerste, de beste nee. die hier wat springen. Nou, tussen die verschillende presentaties van verenigingen staan al praalwagens die gisteren ook hebben meegedaan aan de Lampionnentocht. Het zijn natuurlijk wagens die hier meer gebouwd zijn voor de nacht, voor de avond dan voor de dag. Ja, ik heb het gisteravond gezien. Het is schitterend veel werk aan gemaakt. En juist in die verlichting bij avond waren ze schitterend. Ja, ik heb het ook gezien. Het was heel erg leuk. Het is ook een echt volksgebeuren. Wat niet Kampenaar opvalt. Dus dat er zo ontzettend veel mensen zijn komen kijken. Ja. Er werd tot laat in de avond, liepen de mensen op straat, aten ijs. Het was net of je even ook uit het seizoen was, hè? Want dat is natuurlijk allemaal volgend jaar. En ja, dat is eigenlijk de hele nacht door. Dat is de paardrijschool voor gehandicapten. Om het gemeentehuis, met bouwen van die beelden natuurlijk. Zo tegen een uur of half vier waren de laatste klaar. Koningin Emma School heeft daar een presentatie. Heet de presentatie de Vliegeniers. Allemaal piloten zijn het. Ja. Dan komen we weer bij een sportgebeuren. Sportpresentatie. Hockey. Om pilonnetjes heen met de stick. Dat er in Kampen ontzettend veel verenigingen zijn, zowel op sportgebied als op amateuristische kunsten, oefening, muziekkorpsen, toneelverenigingen. Koningin zou trouwens zelf ook sportief aan het doen, gisteren in paardrijden. Nou, ze heeft al van jongs af aan paard gereden en samen met prinses Irene, toen ze tiener was, vaak meegedaan aan springconcours. En haar kinderen hebben die liefde voor het paardrijden ook al overgenomen. Ik wil zeggen, we hebben Willem-Alexander te paard gezien, maar ook Constantijn rijdt heel graag. En die voegt zich ook nog alles bij zijn moeder als ze aan het strand gaat paardrijden. Maar ze tennist ook, zoals we gehoord hebben, en nou, wintersport. Ja.
buurtverenigingen, buitenkerk, een school gemaakt, een christelijke school, de Groenling. En dit is dan van de Ranker, IJsselmeijer-Muiden, de Bijkorf, bij deze presentatie. Dan gaat het langzaam in de richting van de fietscross. En daar links in beeld en bovenin, dat is de synagoge, straks is misschien wat meer. Zien dat hij steeds toch meer in het openbaar gaat optreden. En hij voelt zich toch wat gemakkelijker in zo'n grote groep mensen zo te zien. En vooral de laatste maanden wordt hij nog alles ingeschakeld. Ik denk toch dat, zoals dat bij zijn moeder ook het geval was in de tijd dat ze studeerde, hij steeds vaker representatieve taken te doen krijgt. Fietsen. Gevaarlijke stunts uithalen. Ja. Alsjeblieft. Het is gerepteerd hoor. Deze vereniging opgericht in 1955. 270. Ze hebben een eigen crossbaan. Daar gaat Landendijk hier in kampen. Ze leveren zelfs deze vereniging, dan de senioren natuurlijk, op wereldniveau goede presentaties. Kamper Wielerclub. Kijk eens wat een druk dit is. Zo hier. De IJsselkade afkijkt. Een paar weken geleden heeft het water gestaan tot aan het randje van de beschoeiing. Kun je het mooi zien. Meneer Konijn, dat is de voorzitter van de Brunneker Oranjevereniging. Die neemt het hier verder over bij daar de skivereniging Kampen. Met een wintersportpresentatie. Volgende traject tot aan de kerk wordt dus nu onze koningin begeleid door de Brunneker Oranjevereniging. Alles is hier keurig verdeeld. Keurig in drieën verdeeld, hè? De Brunneper Oranje Vereniging en de vereniging van meneer De Groot, die de koningin net verlaten heeft, die bestaan langer dan 50 jaar. En vorig jaar heeft de koningin in verband met het 50-jarig huwelijksfeest van haar ouders aan alle oranje verenigingen die ook 50 jaar of ouder waren een vaandel toegekend. En dat hebben deze beide oranje verenigingen vorig jaar uit handen van de burgemeester gekregen. Als het goed is, hebben ze hun speciale vaandels opgesteld voor de Korenmarktpoort. Dus die zullen we straks misschien nog in beeld krijgen. Dat is de Dr. Bouwmanschool. Die hebben een presentatie onder de titel De Vlindertuin. Prins Bernhard School met de bijenkorf met die bijtjes op de rand.
8 meter afstand houden. Dan is dit. Langzaam mee op van de brug onder begeleiding van een boot van de Rijkspolitie te water. Verder de IJssel op. Apenorkest. Ja, dat zit er dik in. Van de Willem van Oranje School. Ik ben gisteravond ook al daar. Nee, verschillen van mening. Maar haar zonen wel. Ja. Haar zonen wel. Ja. Ja, ze heeft ook wel eens gezegd op ontmoetingen en die pers wel eens in het buitenland met haar had, het vels over haar zonen, dat ze nu en dan echt tegen het plafond moest stampen, omdat de lawaai van de pick-ups van de heren zo oorverdovend waren, dat ze dat er niet plezier vond. School de Myrt met presentatie Jip en Janneke. Jip en Janneke hebben daar een prachtige winkel ingericht, heb ik vanmorgen gezien. Muziekkorps Jong ANBG, de jeugdafdeling van het korps dat u al eerder bij de brug zag. Staat hier opgesteld. Niet meer, dat is dominee van de Wendeschool. Zo hadden we dat hele goed gedaan. En hier een judo-presentatie van de sportschool Jetsen van Dijk. Er werd gehoopt dat Floris ook mee zou doen. Floris judo zelf ook, de jongste zoon van prinses Margriet en de heer van Vollenhoven. Maar ik denk niet dat het erin zit, hè?
Jutze van Dijk. Met waarschijnlijk de jongste deelnemer. Dat zit erin. Dat is altijd mooi gezicht, hè, met het pakje aan. Ja, mooi geluid ook vooral. Zonder leden heeft deze school. Ze zit in de Budo-bond. En drie keer nationaal kampioen karate. Roeders Mossel wordt nog lid en hebben 5 keer Europese titel al gehaald. Hier komen we bij die dominee van de Wendeschool. Het eilanderveer hoeft niet meer. Kamp heeft nu 2 bruggen. De bedoeling is dat er nog eentje bij komt, hè, van die Rijksweg 50. Dat is allemaal begonnen met een veer tegenover de Korenwaardspoort, zou we nou zo'n beetje zitten. Langzaam in de buurt van de kerk, die u al links in beeld ziet kruipen, in deze helikopteropname. Daar is die. Achter die eerste rij huizen, daar zie je hier en daar een heel klein piepstukje nog van de oude muur. School Noord, deelt de Koninklijke Marine uit. Te zien, beeld de politie zo te zien, politiehuis. Ruim aanwezig, hè? Ze kwamen vanmorgen op een bus tegelijk aan, hè? Er was wat rekening gehouden met wat ongeregeldheden. Er is weinig gebeurd vannacht, hè? Nee, ja. Ik heb niets gehoord tenminste. Er is wel, wel iets gebeurd, hoor ik vanmorgen vroeg, maar het was voor wat schermutselingen, wat baldadigheden. Zoals je zo net al vertelde, zijn ze tot 4:30 doorgegaan met timmerwerkzaamheden. Dus er was toch volk op straat, ja. Maar het was niet, niks van enige omvang. Dit is eigenlijk het, wat u net zag, het visitekaartje van Kampen, de Korenwaardspoort, met daarachter de Bovenkerk. Opmerkelijk is dat de Korenwaardspoort nu niet wit is. Hij is gerestaureerd. En men is nog niet helemaal zeker of men weer terug wil naar de witte vorm of dat het de oorspronkelijke bruine vorm vanuit de middeleeuwen. U ziet daar 2 torens. Die zijn er later bijgebouwd. Oorspronkelijk is het alleen maar een poort, een zogenaamde wagenpoort geweest. Sportpresentatie van de gymnastiekvereniging. In die poort waar we het net over hadden, zijn 2 opmerkelijke zaken. Dat zijn de oude beelden van het stadhuis, zitten daar nog ingemetseld. En de 2 beelden die op de brug hebben gestaan. Staan daar ook bewaard. De stedenmaagd en aan de andere kant beeld, handel en landbouw. Toi Toi, de ruitervereniging, zag je daar nog ook staan. Dan de camera die we op de hoek hadden, net de beelden die... Ik denk straks de beelden van de binnenkomst zijn gehoord. Ons Klaus komt daar met een jonge toeschouwer aan. Ja,
Daarboven in beeld zit er de steur. Symbool van een kamperui. Ja. Helemaal gemaakt uit onderkanten van conservenblikjes. Dus nu al jaren staat hij meestal in de vakantie. De kamperui uitdagen als trekpleister. Er zijn nog wat kamperuien in omloop. We weten niet helemaal zeker waar ze vandaan komen. Maar op de een of andere manier heeft een ook kunstenaar, een schrijver en een tekenaarsschilder, de heer Vels, Jan Jacob Vels, daar zeker de hand in gehad. 1850. Hier komen we bij de presentatie van dat boek. Het verjaardagsgeschenk van 4000 kamperkinderen. Die afbeeldingen die daar aan de muur staan, die staan ook over dat boek hoog bezoek heen. U heeft er eerder in de uitzending al iets van kunnen zien uit de reportage van TV3. En daar wordt het boek, de voorkant, de omslag van het boek, onthuld. Hoog bezoek. Ziet u? Geschilderd door Jan van der Riel, die ook werkzaam is aan het Creatief Centrum in Kampen. Het is een heel wat hoog bezoek geweest hier aan Kampen. Of 1580, prins Willem van Oranje. Prins Maurits is hier geweest, Willem de III. Ja. Koning Willem I. Koningin Juliana, prinses Juliana nu in 1979. Prins Klaus, prinses Beatrix is hier al eerder geweest in 71 en 73. Ja. Er was burgemeester van Tuinen hier nog. Er zijn veel portretten, geloof ik, hier in het stadhuis. Ja, dat is een, ik zou zeggen, een evenknie aan de portrettenreeks in Delft. Alleen hier zijn ze de voeten uit en in Delft zijn ze tot kniehoogte. En ze zijn hier compleet. Een complete collectie van alle Oranjes die sinds Willem van Oranje hebben enige macht hebben gehad. Hè? Stadhouders, koningen, koninginnen. En 2 jaar geleden is het portret van koningin Beatrix hier ook door Rien Bout geschilderd. Zien wij daar niet de andere Henny Huisman? Ja, dat, voor de... Henny Huisman, dat ja. Zit erin. Ja. Ja. Schijnt dat hij hier wat opname aan het maken is voor zijn populaire televisieprogramma. Wat op maandagavond op Nederland 1 wordt uitgezonden. Toneelspeler Henk van Ulzen is een kampenaar, heb ik begrepen. Ja, dat klopt. Jullie weten ook niet wat daar gebeurde, hè, met onze populaire KRO-presentator. Nee. Nou, ik heb in de krant gelezen, ik weet niet of het juist was, maar dat er in zijn programma een mevrouw was die heel graag dit zou meemaken en dat op de een of andere manier hij ervoor gezorgd heeft dat hij hier in beeld staat. Hoe dat wensprogramma wat ja, hij op het ogenblik ja. Maar ik moet zeggen, ik heb er het zelf niet gezien, alleen stond een stukje van in de krant. Is toch goed gelukt? Ja, precies. We gaan het gezelschap nu langzaamaan in de richting van de Bovenkerk, waar op de weg erheen een presentatie zal plaatsvinden van de Oranje Vereniging Kampereiland. En dat wil zeggen dat er weer een wisseling van de wacht is. De koningin zal dan verder begeleid worden door de heer Pelen van die Oranje Vereniging Kampereiland. Dat is een meer agrarische vereniging, dat wil zeggen dat dan ook de presentatie daar een agrarische zal zijn. Bijzonder voor die Oranje Vereniging is dat ze vandaag Koninginnedag vieren. Dan zou je zeggen, nou dat is op zich niet bijzonder. Nee. Voor hun wel. Ze doen het meestal een dag later, omdat de andere twee toch zoveel van de feestvreugde al invullen.
dat ze dan maar een uitweg hebben genomen en de dag daarna feest zijn gaan vieren. Maar voor vandaag, de komst van de koningin, kon dat natuurlijk toch niet op die manier. Prachtige poort, hè? Dat is veel gerestaureerd in die zin. En hierachter is eigenlijk een heel mooi gedeelte van kamp. In een prachtig gerestaureerde pandje. Ook het oudste gedeelte. Ja. Er zijn nog wel wat bouwvallen, maar ook dingen die echt heel mooi zijn. We komen nu onder de poort door in de richting van het plein waar die presentatie gaat plaatsvinden. Kijk, daar hebben we Kees Kieft en zijn vrouw, de schilder. Die hebben daar een mooi schilderij hangen. Ja. En hij heeft daar aan zijn huis zit nog een stuk pothuis. En Kamp kent er nog twee, waar dit er één van is. Daar heeft hij zijn schilderijen staan. Het staat er ook op, pothuis. Het aardige van Kampereiland is dat volgens de boeken is het Kampereiland een beetje aangeslipt als het ware door de eeuwen heen. En dat heeft Kamper gekregen om niet. Dit is de klederdracht ervan die daar is? Ja. En daar dus de oude gereedschappen. Kaasmakerij ziet u daar. Nu naar een schitterend boerderij in het klein. Ik heb dat gisteren zien opbouwen. Dat grote klasse. Zo naar Maduro dan, hè? Ja. Het ziet er heel mooi uit. De leibomen voor het huis, die loopt zelfs uit. Daarachter was dan een van die twee theologische universiteiten van Kampen. Ondergebracht in een oude kazerne. Vroeger is Kamp ook garnizoenstad geweest. En daar in volle glorie zou je kunnen zeggen de bovenkerk. En van deze kant zou je als de camera zou inzoomen, zou je dus dat beeldje van Alkmaar kunnen zien. Maar dan moet hij wel heel ver inzoomen. Ja, dan moet hij heel moeilijk uit de lucht. Ja. Ik wil niet vragen naar onze collega daar boven in die helikopter. Die hebben het al moeilijk genoeg. Dat denk ik ook. Er staat ook vee, rundvee. Prachtige kalveren, die werden vanmorgen nog binnengebracht in alle vroegte. Dat is aan de andere kant. Theologische universiteit. U ziet daar boven de deur van die hogeschool, onder het balkon, ziet u nog twee gekruiste kanonnen. De koeien doen ook mee. Producten van dit vee, dat is dan het laatste gedeelte van die presentatie. De afzet van zuivel, zoals dat op moderne wijze gaat, met verpakkingsmiddelen die daar staan opgesteld. De muziek die je te horen werd gebracht was van de IJslander muzikanten. Dat is een soort ekelender blaaskapel. Pluimvee. Oh, wat prachtig in die manden. Oh, kijk eens. Handel doen met het handjeklap. Oude kwadden bij het. Gebeurt niet meer zo, hè?
neem ik aan. Ja. Trouwens helemaal niets meer. Oh, dat is een hele mooie. Gaan we nu in de richting van de Bovenkerk, de Sint-Nicolaas of Bovenkerk, waar een concert wordt gegeven door bijna alle koor uit de amper 1200 man en vrouw. Zullen we dat straks doen. Het is een schitterende kerk uit de 14e eeuw. Ze zijn allemaal gerestaureerd, kort geleden nog. Daar zullen we straks de beelden van binnen wel van zien. We gaan aan de zijkant naar binnen. Bovenkerk is het hoogste stuk ook van Kampen. En door de verschillende watersnoodrampen die hier geweest zijn, zijn de mensen hier vaak heen gevlucht. Met vee en al in het verleden. Hier gaan we de kerk in. Lopen mee naar binnen. Je hoort al het orgel, een schitterend orgel. Het is in 1968 door de beroemde firma Bakker en Timmerga is het gerestaureerd. Het is echt een voortreffelijk orgel. Komt nu met zang. Het koor staat onder leiding van Klaas-Jan Mulder en het orgel wordt bespeeld door Willem Hendrik Zwart. Verder is nog een koper ensemble, staan uit leerlingen van een muziekschool op Kamp onder leiding van Leo Torm. Thank you.
18 kamperkoren. Volgens programma nu Wildheden nu treden. En dan nu het Koper Ensemble met O Nederland, let op uw zaak. Het zijn leerlingen van de muziekschool onder leiding van Leo Thorn. Majesteit, koninklijke hoogheden, meneer Van Vollenhoven, meneer de commissaris der koningin, mevrouw Niers, dames en heren. Kampen is een bekende stad waar ieder zo zijn eigen gedachten over heeft. Een stad die ondanks alle tegenslagen toch levendig, creatief en betrouwbaar bleef. Kampen, een stad met karakter en dus een oranje stad. Met drie actieve oranje verenigingen. Waar elk jaar enthousiast en intens Koninginnenfeest wordt gevierd. De inwoners van deze oude Hanzestad, met haar meer dan 500 monumenten, vinden het een eer hun koningin met haar familie te hebben mogen ontvangen. Toen u ingehuldigd werd, sprak u de onsterfelijke woorden: geen ander streven heb ik dan mij in te zetten voor u en voor ons hele volk en het land te dienen. En u vervolgde: dit ambt is niet verworven. Het is een functie waar geen mens om vragen zal. Waarvan wel zichtbaar is de uiterlijke glans, maar veelal niet de last en zelfbeperking zonder onderbreken. Majesteit, met grote ernst
en diep besef voor uw roeping oefent u uw hoge ambt uit. Wij, ingezetenen van kampen, hebben diep respect voor u. Dankbaar zijn wij gestemd dat wij in onze democratie zo'n koninklijke familie mogen hebben. Groot is onze dankbaarheid dat u met uw familie de vrije Hanzestad Kampen met een bezoek wilde vereren. Door uw komst hebt u nog meer glans gegeven aan deze stad. Mogen God zegen op u en uw huis blijven rusten. Leve de koningin! Hiep, hiep, hoera! Hiep, hiep, hoera! Hiep, hiep, hoera! Burgemeester Kleemans was dat. En dan nu orgelspel, een variatie op Gelukkig is het land, door Willem Hendrik Zwart. Deze beelden uit de Bovenkerk in Kampen, om ongeveer 2 minuten over 12:30, gaan we deze rechtstreekse uitzending van Koninginnedag 1988 besluiten. Het bezoek aan Genemuiden en het bezoek hier aan Kampen uit de Bovenkerk. De laatste beelden van een mooie ochtend en een gedeelte van de middag. Veel mensen op de been, een prachtige dag die voortgezet zal worden nog vanmiddag in Amsterdam, met een uitzending ook van de NOS-televisie en al die andere steden in het land waar Koninginnedag gevierd wordt. Mocht u thuis aan het toestel blijven zitten, dan kan ik u nog aanraden strakjes nog eens dat portret dat gisteravond is uitgezonden op de NOS, dat herhaald wordt, te bekijken. En vanmiddag die prachtige documentaire van Sherry Duins over de kunst, het geschenk aan koningin Beatrix. Mede namens Hugo van Rijn, namens Annemie Goten, heer van het Oevers, nemen wij afscheid vanuit Kampen. Hartelijk dank voor uw aandacht en een heel prettige dag verder. Dan kunt u nu kijken naar een bijzonder televisieportret van Hare Majesteit Koningin Beatrix.